allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer een nieuwe collectie testen van Elf Cosmetics. Ik ga de Retro Paradise collectie testen. Dit is dus gewoon een kleine make-up collectie van Elf. Deze collectie bestaat echt al een half jaar of zo, maar hij is pas nu gekomen bij Douglas in ons landje. En ja, dat is gewoon eenmaal het nadeel als je niet in Amerika woont. Het maakt niet uit in welk land je woont. Zolang je niet in Amerika woont, heb je gewoon heel veel make-up collecties niet ter beschikking. Dus deze collectie is ineens super random gekomen op Douglas. Ik had hem echt absoluut niet meer verwacht, omdat hij dus al zo lang bestaat. Maar ik had hem al gelijk gezien toen hij er net was. En ik vond hem echt prachtig. Dus ik ben toch wel blij dat we hem nu gewoon kunnen krijgen. En ik dacht, ik ga er gewoon een hele leuke video over maken. Want ik denk dat jullie ook wel geïnteresseerd zijn in deze collectie. En omdat het weer Elf Cosmetics is, is het ook weer super, super betaalbaar. Ik heb nog helemaal niks gebruikt van de collectie. Alles is gewoon nog echt helemaal nieuw. Dus dit wordt gewoon een eerste indruk video. Vind je dit soort video's leuk? Vergeet dan niet alvast de video te liken en te abonneren. Zo blijf je ook op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met de video. Ik heb niet de hele collectie gekocht. Een aantal producten heb ik niet gekocht omdat ik gewoon weet dat ik ze niet ga gebruiken. Dus ja, ik wilde mijn geld er niet aan besteden. Maar ik heb gewoon de belangrijkste producten van de collectie besteld. Wat ik niet heb besteld is de gezichtsolie. En dacht, ja, een gezichtsolie is een gezichtsolie. Het heeft niet echt nut voor mij om die te bestellen. Ook was er een glanzende lichaamolie met een bijpassende kwast erbij. Ook die heb ik allebei niet besteld, want ik heb echt al superveel lichaamsolieën. En ik schatte ook wel een beetje in dat dit product niet echt iets is wat jullie willen zien. Als jullie toch iets hebben van Sarah, gewoon voortaan hele collecties kopen, let me know, want dan ga ik dat gewoon voortaan alsnog doen. En er was ook een lipset, die wilde ik wel kopen, alleen die was niet te kopen op de website. Die was gewoon niet available, dus ja, die heb ik ook niet gekocht. Voor de rest heb ik alles gekocht. Ik heb 4 producten. Ik heb een oogschaduwpalet, lipgloss, liquid eyeshadow en een highlighter. Dus ik heb me ook al gewoon helemaal opgemaakt met de producten die ik niet heb in de collectie. Want obvious, het zijn slechts 4 producten. Dus niet genoeg voor een full face. Dus ik heb al mijn hele base gedaan. Bronzer, blush, etc. Ik ga beginnen met het hoofdproduct van deze collectie. En dat is het oogschaduwpaletje. Hij is echt super leuk. Dit is het Elf Retro Paradise oogschaduwpaletje. Zoals je ziet, best wel kleurrijk. Maar je hebt ook echt wel een paar neutrale kleuren erbij. Dit zijn alle kleurtjes. Je kunt zien, het is een beetje een mix van everyday kleurtjes en heftige kleurtjes. Deze hele helft hier zijn de meer neutrale kleuren. En deze helft hier zijn meer de wat heftigere kleurrijke kleurtjes. En het is een mix van matte en glanzende kleuren. Ik vind het wel leuk dat ze zo helft-helft hebben gedaan. Ik weet niet of dat bewust is gedaan. Daar ga ik wel van uit. Want hier is het allemaal neutraal en hier is het kleurrijk. Dus je kunt hier echt wel een aantal kanten mee op. Dus ik ga hiermee een leuke look maken vandaag. Ook heb ik een van hun liquid eyeshadows besteld in de kleur goud. Ze hadden een aantal kleuren. Ze hebben 3 kleuren. Dus goud die ik heb besteld. Ze hebben ook een licht rozige kleur en een wittige kleur. Maar ik heb de kleur 24K Gold. Ik hou altijd wel van liquid eyeshadows. Kijk eventjes hoe prachtig die kleur is. Echt heel mooi goud. I love it. Hij is wel echt super super klein. Oh mijn god. Kijk even vergeleken met mijn hand. Het is echt een super kleine verpakking. Ik wil hem even swatchen op mijn hand ofzo. Jongens, kijk even dan. Wow, dit is echt heel heftig. I love it. Dus ik ga zowel het paletje gebruiken als deze liquid eyeshadow. Dus laten we inzoomen op de ogen. Ik ga mijn ogen niet primen, want dat heb ik al gedaan met concealer. Dus we gaan gewoon gelijk in met het paletje. Even kijken welke kleur ik allemaal ga gebruiken. Ik denk dat ik vandaag een beetje voor een ronde ooglook ga. Ik ga beginnen met de donkerbruine matte kleur hierboven. Die heet Coconut. Die breng ik aan met mijn Zoeva 231 kwast. Is zo'n ronde bullet kwast. En die ga ik dan zo helemaal indrukken in mijn arcaarboog. Wat me echt gelijk opvalt, het paletje is echt super poederig. Kijk, kijk even dit. De poeder gaat echt overal heen. Dan ga ik die kleur uitblenden met deze lichtere bruine kleur hier. Die is ook mat en die heet Sandy Bum. En die kleur ga ik een beetje zo aanbrengen op de rand om het een beetje te blenden. Mensen, kijk hoe poederig. Kijk even dit. Er komt zoveel poeder vanaf. Oh my god. En dan ga ik het voor het laatst blenden met deze lichte kleur. Die heet Fuego. Daarvoor gebruik ik een platte fluffy kwast. Zoeva 227. En dan ga ik zo bij de randen blenden. Met de oogschaduwtechniek die ik vandaag gebruik, kan ik heel goed zien of een paletje goed blendt of niet. En alles blendt echt helemaal top mee tot nu toe. Het enige wat ik iets minder vind, is dat het zo poederig is in het paletje. Dan pak ik deze hele kleine fluffy kwast. Zoeva 224. En dan pak ik weer die donkerste bruine kleur. Coconut. En dan ga ik die nog een heel klein beetje uitblenden hier in de arcaarboog. En zo ga ik dan gewoon steeds verder totdat ik vind dat alles goed is uitgeblend. Ik breng ook een donkerbruin potloodje aan in mijn waterlijn. Deze is van Benefit.
En dan pak ik weer die donkste bruine kleur, coconut. En die ga ik dan ook zo aanbrengen op de onderste wimperrand. Alle drie de kleuren die ik hier heb aangebracht, ga ik ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Oké, nu ga ik zo'n halve cut crease maken over mijn ooglid. Ik gebruik ook van Elf hun concealer in de kleur medium sand. En deze kwast van NYX Cosmetics nummer 14. Oké, de halve cut creases zijn gemaakt. Ik ga nou in met deze liquid eyeshadow. Deze wil ik aanbrengen vanaf het begin tot aan het midden ongeveer. Ik ben heel benieuwd hoe die gaat werken en of die echt mooi gaat zijn op mijn ooglid. Ik breng het gewoon gelijk aan met dit kwastje. Ik wil gewoon dat het heel heftig is. Het is echt heel mooi. Kijk dit even, jongens. Jongens, kijk even hoe mooi. Het is een heel klein beetje korrelig als je het aanbrengt. Het brengt niet in eerste instantie helemaal mooi smooth aan. Dus je moet een beetje extra soort van blenden of zo. Maar voor deze lage prijs vind ik het echt wel gewoon goed werken. Dan ga ik weer terug in het paletje. Even kijken, ik wil ook een van de wat fellere glanzende kleurtjes gebruiken. Ik ga voor de kleur hier, die heet Disco. Die is een beetje blauw-paars glanzend. En dan ga ik hem zo hier daarnaast aanbrengen. Nou, er komt niet echt heel veel vanaf. Oké, ik breng even een beetje aan met mijn vinger. Misschien werkt dat beter. Kijk even hoe mooi die kleur is. Kijk dan, wauw. Oké, je moet het echt met je vinger aanbrengen. Als je het met je vinger aanbrengt, is het gewoon echt super heftig. Wauw, dit is echt een hele mooie kleur. Het is een beetje holographic-achtig of zo. Alsof het gewoon een beetje shift van kleur als je zo beweegt. Heel mooi. Het is wel een beetje minder dat ik het nou echt met mijn vinger moet aanbrengen. Want nou kan ik het niet heel secuur aanbrengen. Ik doe echt mijn best om in de cut crease te blijven. Jongens, kijk even hoe mooi deze twee glanzende kleuren zijn. Zowel de normale glanzende kleur als de liquid eyeshadow. Dit is echt prachtig. Ik vind ook de twee kleuren heel mooi in elkaar overgaan. Ik ben echt enthousiast erover. Dan pak ik weer de donkerbruine kleur hier, coconut. En dan ga ik die kleur nog een beetje hier aanbrengen om het in te blenden met de blauwe kleur. Maar echt maar een heel klein beetje. Oké, ik ben echt super blij met hoe deze ooglook is geworden. I love het goud en dat blauw zo. Ik vind het echt super, super mooi. Nou ga ik even snel mijn ogen afmaken, want het volgende product is een highlighter. Ik kom zo bij jullie terug. Oké, jongens, daar ben ik weer. Ooglook is helemaal af. Het enige wat ik nog heb gedaan is een witte oogschaduw aangebracht in mijn binnenste ooghoeken. Ik krijg het paletje niet open. De kleur hier, Sea Salt, heb ik nog aangebracht zo in de binnenste ooghoeken. Die was ook echt prachtig. De wimpers die ik op heb zijn Fab Lash van mijn wimpercollectie in samenwerking met Booty Shop. En that's it eigenlijk. Even kijken, ik heb al bronzer en blush op. En ik heb hier een nieuwe highlighter van deze collectie. Dit is de Multidimensional Face and Body Shimmer Highlighter. Ik vond het wel een beetje jammer, want ze hadden maar twee kleuren. Deze licht roze kleur en een witte kleur. Maar dat zijn beide kleuren die niet echt geschikt zijn voor mijn huidskleur. Er was helemaal geen champagne kleur of een goudkleur voor mensen met een medium of donkere huidskleur. Dus dat vond ik wel echt minder, want ik weet dat dit mij niet echt gaat staan, maar ik heb hem alsnog besteld. Dit is dan hoe die eruit ziet, zo'n hele lichte roze kleur. En dit is hem geswatcht, je kunt het niet heel goed zien. De swatch is niet echt heel goed, dus ik hoop dat hij wel mooi gaat zijn op mijn gezicht. De swatch is een beetje korrelig ofzo, maar we will see. Mijn highlighter kwast is van Morphe de R 36 kwast. Ik pak lekker veel, want ik hou altijd van een heftige glow. Ja, dit is sowieso niet echt mijn kleur, maar er komt ook echt bijna niks van af. Je ziet bijna geen glow. Ik wist het al. Toen ik het swatchte, wist ik al van oké, dit gaat hem niet echt worden. Maar oké, ik ga hem wel gewoon even verder aanbrengen. Maar je moet echt heel veel aanbrengen voor een beetje glow. Dat is wel jammer. Als laatste heb ik hier een lipgloss van de Tropical Paradise collectie. Deze had je in 4 kleuren. En ik heb de kleur Strawberry Daiquiri of zoiets. Ik weet echt niet hoe je het uitspreekt. Oh my god. En dit is een beetje een peachy licht roze lipgloss. Ik hou altijd van glossjes. Ik ben benieuwd of hij fijn gaat aanbrengen. By the way, Elf Cosmetics is compleet cruelty free en vegan. Heb ik nog niet verteld, maar ik denk dat het wel handige informatie is. Want ik weet dat heel veel mensen daar echt rekening mee houden en zo. Oké, dit is dan hoe de lipgloss eruit ziet. Hij is ook wel weer best wel klein. En dit is een swatch van een gloss. Zo'n licht roze kleur. Ik moet wel zeggen, deze verpakking voelt wel echt heel cheap aan. Dit is echt zo van dat goedkope materiaal. Ik moet zeggen, de verpakkingen van de hele collectie zijn een beetje aan de cheap kant, maar niet zo heftig als deze gloss. Dus ja, ik ga hem gewoon aanbrengen. Ik ga hem wel even combineren met een lippotloodje. Ik ga hem combineren met dit lippotloodje van Morphe in de kleur Honeymoon.
Wow, dit voelt echt heel goedkoop aan. Oh my god, alsof ik gewoon zo van die action gloss opdoe of zo. Ik moet wel zeggen dat hij echt heel lekker ruikt naar een fruitsoort of zo. I like it. Ik kan ook echt de glitters voelen. Ja, dat is echt heel goedkoop. Ik heb een beetje verstand van hoe lipglosses worden gemaakt. En glossjes waar glitter in zit, is het vaak de bedoeling van merken dat je de glitter niet voelt. En dat kost iets meer. Als je dat niet doet, dan voel je de glitter zo zitten. Alsof er een beetje zand op je lippen zit of zo. En dat is echt omdat ze echt hebben bespaard op geld. En dat zie je heel vaak terug bij echt hele goedkope make-up. Zoals kindermake-up, action make-up en dat soort dingen. Dat zie ik eigenlijk bijna mooi terug bij van dit soort grote merken. Maar ik zie het nou ook echt heel terug. Hij is echt heel goedkoop. De verpakking is heel goedkoop. En de formule is ook echt super goedkoop. Ook bijna geen pigmenten en zo. Ik vind het niet zo fijn. Oké, jongens, dat was het dan. Dit was de collectie. Nou jongens, dit was het dan. Dit was de hele Elf Retro Paradise collectie. Ik vond letterlijk de helft goed en de helft slecht. Het begon heel goed en het is helaas een beetje slecht geëindigd. De eerste twee producten voor de ogen, echt I love it. Dit paletje en het liquid eyeshadow, vooral voor de lage prijzen, zijn deze producten gewoon echt heel erg goed. Het werkt gewoon echt heel goed mee. Ik ben echt impressed met de ooglook. Ik vind deze liquid eyeshadow is lekker heftig, I love it. Ik moet wel zeggen, het zijn niet de beste producten ever, maar voor de lage prijs zijn ze echt heel erg goed. En de twee laatste producten vond ik niet zo. Heb ik net al verteld. Deze gloss voelt gewoon echt super cheap aan. En deze highlighter brengt bijna niks aan. Je moet echt heel veel aanbrengen. En het ligt ook een beetje zo op de huid. Het ligt zo een beetje zo dikkig op de huid. En dat vind ik niet mooi. Ik wil altijd gewoon dat zo mooi insmelt in mijn huid, zeg maar. Dus deze twee producten vind ik helemaal niks. Dus het enige wat ik vandaag goedkeur zijn de oogproducten. Dus letterlijk, het is vandaag gewoon 50-50 gegaan. Laat me weten wat je van de video vond, wat je van deze make-up vindt, van de collectie. Laat het me allemaal weten beneden in de reacties, want ik vind het ook altijd heel erg leuk om jullie meningen te horen. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!